Ik ben Dirk van Mechelen, de vierde burgemeester van het prachtige Kapellen. 2014 was een heel boeiend jaar hier in onze gemeente, waar dat we heel veel aandacht besteed hebben aan 100 jaar grote oorlog. 100 jaar grote oorlog dat we gevierd hebben met een academische zitting, met een expo waar dat bijna 1000 kinderen op bezoek zijn gekomen en lessen hebben ontvangen, met de uitgifte van een prachtig boek en als kers op de taart met de openstelling van het bunkerliniepad in het Mastenbos samen met de minister van Leefmilieu. In 2014 hebben we ook de laatste stenen gebouwd aan onze vernieuwde muziekacademie die we rond Krokus volgend jaar 2015 kunnen gebruiken en waar dat ook een nieuwe buitenschoolse kinderopvang zal gevestigd worden voor de wijk Zilverenhoek. En ja, ik zou zeggen, een van de allerbelangrijkste dingen is ook in 2014, maar zeker naar 2015 toe, willen we een kapelle dat leeft. En voortaan is het ook een kapelle dat beleeft. Want onze middenstandsvereniging is uit de startblokken geschoten, doet het uitstekend. En mocht u nog een cadeautip nodig hebben, er zijn al 2500 geschenkenbons afgehaald uit de automaten in Promenade en aan de parking Brugge, aan de feestzaal. U kan er nog altijd een halen en u kan daar uw geliefden mee verrassen. Ik zou willen zeggen, 2015, een fantastisch jaar en vooral een heel goede gezondheid voor u en de uwen.